In deze video ga ik je een aantal zoektips geven bij het vinden van informatie. Er is veel informatie beschikbaar op internet en in allerlei databases met publicaties die je misschien binnen je hogeschool of binnen je werk kunt vinden. En hoe pak je dat nou aan om daar de informatie uit te vinden? Nou, daar gaat deze video over. En de inhoud van deze video is, ik ga eerst iets zeggen over het zoeken met de juiste zoektermen. Dan ga ik zoeken met de Booleaanse operatoren. Ik zal straks uitleggen wat dat is. Zoeken met een exacte woordencombinatie. Zoeken met zogenoemde wildcards, jokers. En geavanceerd zoeken is het onderwerp wat ik in nummer 5 ga bespreken. En als laatste vertel ik iets over zoeken op een pagina. Het eerste onderwerp gaat over gebruik de juiste zoektermen. Stel je hebt de informatievraag, moet er een verbod komen op de tabaksverkoop aan jongeren onder de 21 jaar? Nou, als je deze vraag stelt en je zoekt op de trefwoorden verbod, verkoop en tabak, en stel je doet dat in Google, dan vind je 70 miljoen hits. Dat wil zeggen, er zijn 47 websites, webpagina's waar deze combinatie wordt gevonden. Als je daar een woord aan toevoegt, bijvoorbeeld het woord jongeren, wat je hier ziet, dan hou je nog een 500.000 webpagina's over. Ga je er nog een woord aan toevoegen, je zegt ook nog leeftijdsgrens, zeg je erbij, slaat op je 21 jaar, dan hou je nog eens een keer 3000 over. En als je nou vervolgens nog een stap verder gaat en je weet bijvoorbeeld dat de Trimbos Instituut in Nederland zich bezighoudt met verslaving van mensen, hè, de verslaving van onder andere ook jongeren, dan blijven er nog 400 hits over. Dus als je het trefwoord Trimbos toevoegt, dan beperk je de keuze nogal. Oké, denk hierbij ook aan woorden als enkelvoud en meervoud. Je kunt verbod, maar je kunt natuurlijk ook verboden hebben. Je kunt tabak hebben of tabaksproducten. Je kunt in plaats van jongeren 21 jaar invullen. Dus het maakt dus nogal uit welke zoektermen je gebruikt. Als je op internet zoekt, kun je dus ongelooflijk veel informatie ontvangen. Stel je zoekt in Google of je zoekt in een online database naar allerlei wetenschappelijke artikelen. Dan kan het zijn dat je honderden, duizenden, zelfs miljoenen pagina's krijgt aangeboden met de informatie die wellicht bruikbaar voor jou is. Nou, om dat te beperken kun je gebruik maken van Booleaanse operatoren. Je zegt dan tegen de zoekrobot, zorg ervoor dat ik die en die informatie krijg en die bijvoorbeeld niet. Nou, als ik kijk naar de eerste, hier staat de OR-operator, man, or, vrouw. Wat betekent dat? Dat betekent dat je zoekt naar teksten waarin het woord man of het woord vrouw voorkomt. Dat betekent, de woorden mogen er beide in voorkomen, maar één van de twee is ook goed. Dat betekent dat je nogal veel informatie kunt krijgen. Want alles kan erin voorkomen, maar alle combinaties zijn mogelijk. Als je zoekt op man en vrouw, dat betekent dat je alleen de informatie krijgt voorgeschoteld waar het woord man en ook het woord vrouw in voorkomt. Je krijgt daardoor minder informatie. Je beperkt de informatie die je krijgt aangeboden. En je kunt ook nog een ander voorbeeld doen. Stel je voor dat je alleen een artikelen wilt hebben of alleen informatie wilt hebben waar het woord man in voorkomt, maar je wil absoluut niet dat daar het woord vrouw in voorkomt. Dan kun je dat doen met de not-operator. Dat betekent dat je man not vrouw gaat zoeken en dat betekent dat je alleen de mannen krijgt. Als er vrouwen in voorkomt, dat soort artikelen worden niet voorgeschoteld. Nou, even een korte oefening met die Booleaanse operatoren. Bekijk de volgende 4 informatievragen. Je hebt als eerste, je zoekt op hond en kat en muis. Je ziet dat je dus ook meer dan één zoekterm kunt verbinden met die Booleaanse operatoren. Tweede zoekopdracht is hond of kat tussen haakjes en muis. Dat geeft de volgorde aan, die haakjes. En de derde is hond of kat en muis. En de vierde is hond of kat of muis. Nou, de vraag is bij elk van deze 4 informatievragen, met welke zoektermen vind je de meeste resultaten? Dat is de eerste vraag die ik stel. En de tweede is, met welke zoektermen vind je de minste resultaten? Nou, als je daarover na wilt denken, dan moet je nu even de video pauzeren, zodat je zelf het antwoord kunt geven. Oké, dan geef ik nu het antwoord. Nou, de meeste resultaten vind je bij 4. Wat je daar vindt is alles wat hond of kat of muis in zich heeft. Alle artikelen waar het woord hond of het woord kat of het woord muis of een combinatie daarvan vindt. Dus je vindt nogal wat. En het minste krijg je bij situatie 1, bij zoekopdracht 1. Want daar moet in het artikel wat je zoekt, de pagina waar je op zoekt, zowel het woord hond als het woord kat als het woord muis voorkomen. Dus komt één van deze drie er niet in voor, dan krijg je dat niet als resultaat voorgeschoteld. Oké, dan is er nog een derde punt, dat is het zoeken met een exacte woordencombinatie. Als je wilt zoeken op een exacte woordencombinatie, dan gebruik je dubbele aanhalingstekens. Je ziet ze op het scherm staan. Bijvoorbeeld Amsterdam Arena, als je daarop zoekt, dan zoek je op Amsterdam of Arena. Je krijgt heel veel informatie en ook informatie over alleen Amsterdam. Of alleen over Arena. Als je Amsterdam Arena daarentegen tussen aanhalingstekens zegt, dan zoekt hij op de exacte woordencombinatie. Je vindt dus alleen maar alles waar de beide woorden naast elkaar staan in de tekst. Er is nog een ander punt wat je kunt gebruiken. Dat zijn de stippeltjes. Als je wilt zoeken binnen een reeks, dan kun je zoeken met die stippeltjes, zoals ik zei, 2 stipjes. En als je zegt van ik stop in de zoekopdracht 2000 puntje puntje 2002, dan vind je alles van 2000, 2001 en 2002. Ook nu weer een oefening met die exacte woordencombinatie. Bekijk de volgende 4 informatievragen. Albert Einstein, Marilyn Monroe worden verbonden door AND. Albert Einstein or Marilyn Monroe. Albert and Einstein and Marilyn and Monroe, dat is de derde. En je zoekt met Albert or Einstein or Marilyn or Monroe. Nou, met welke van deze zoektermen, de eerste, de tweede, de derde of de vierde, vind je het meeste resultaten nu? En met welke zoektermen vind je de minste informatie? Nou, zet even weer de video stil als je zelf het antwoord wilt geven. Nou, bij de meeste resultaten krijg je bij 4. Daar maakt het weer niet uit of je Albert of Einstein of Marilyn of Monroe kiest. Dus als ergens Einstein in staat of ergens Albert in staat, dan vind je hem. Dan komt hij bij de resultaten, bij de zoekresultaten. En bij de eerste is het zo dat je de exacte tekst Albert Einstein in het artikel moet vinden. Plus de exacte tekst Marilyn Monroe in de tekst moet vinden. Dus dat is een behoorlijke beperking. Dus je vindt alleen datgene waar zowel Albert Einstein als Marilyn Monroe beide als complete tekst voorkomen. Dus dat levert de minste resultaten. Nou, dan heb je nog een zoeken met wildcards. Het woord wildcard, dat betekent joker. In sommige kaartspelen kun je een joker inzetten ter vervanging van een willekeurig andere kaart. Dat ken je natuurlijk wel. Je ziet de joker daar staan. Een wilde kaart, zeg maar, zoals je het zou kunnen vertalen. Nou, je kunt in een zoekterm de jokers ster en vraagteken gebruiken. Ster vervangt een serie letters in een woord. En een voorbeeld daarvan is V-ster R, dat betekent dat je woorden gaat vinden als ver, vuur, weer, verder of verander. Eigenlijk zegt dit van oké, er moet een combinatie van V en R voorkomen. Het maakt niet uit wat ertussen staat, als er maar V en R in voorkomt. Dat is een wildcard, dat is een sterretje, een asterisk, zoals de Engelsen zeggen. Nou, als je bijvoorbeeld Amsterdam hebt, nou, dan kan dat zijn Amstel, maar ook Amsterdam, maar ook Amstelveen. Bij een vraagteken als wildcard vervangt het slechts 1 letter in een woord. Dus als je V vraagteken vraagteken R hebt, dan kan het zijn vuur, veer, vaar of zelfs vier. Maar niet ver, want dan mist er een letter. Maar ook niet verder en ook niet veranderen. Dus het gaat dan om het exacte aantal letters wat je hebt. Dus de ster bestaat voor meerdere letters, de vraagteken bestaat voor 1 letter. Ook nu weer een oefeningetje, een oefening met wildcards, met jokers. Stel dat je zoekt naar het woord projectmanagement en je wilt die wildcards gebruiken en je vult de volgende 4 zoektermen in. De eerste, de tweede, de derde of de vierde. Kijk er even goed naar. Ik zet de video, even stil als je zelf een antwoord wil geven welke van deze 4 het woord projectmanagement gaan vinden. Nou, zoektermen 1, 2 en 4 vinden het woord projectmanagement. Bij 1 maakt het niet uit wat je erachter zet. En dat kan bijvoorbeeld zeg maar, aangevuld worden tot het woord projectmanagement. Bij de tweede kun je de letters M en A erin vullen. Er staan 2 vraagtekens, dus 2 letters en het mag. Dus dat gaat ook goed. Bij de derde mag je maar 1 letter voor dat management zetten. En dat gaat dus niet goed. Daar gaat het woord projectmanagement niet goed. En bij de vierde staat een sterretje. Dus dan mag je gerust het woord project invullen. En dan levert dat natuurlijk ook weer projectmanagement op. Dat waren zoeken met wildcards. We gaan nu nog even naar geavanceerd zoeken. Je hebt miljoenen hits in Google en wat ga je dan doen? Nou, er is in Google een mechanisme voor om je wat makkelijker te maken. Je kunt natuurlijk die booleaanse variabelen gebruiken, operatoren gebruiken. Maar je kunt ook gebruiken van Google zelf. Google heeft daar zelf een mechanisme voor. Je gaat naar de instellingen toe. Vervolgens ga je naar geavanceerd zoeken. En dan krijg je een scherm waar je van alles en nog wat kunt invullen. En daar staan dingen als zoeken naar al deze woorden. En feitelijk hebben we het dan over de zoektermen die we, de zoekmechanismen die we hiervoor hebben behandeld. Alleen Google die helpt je daarmee en geef je eigenlijk... ja, zeg maar, reik je de hand om dat wat eenvoudiger nog te doen. Dit heeft niet alleen Google, maar ook allerlei online databases waar je informatie kunt vinden. He, Google Scholar bijvoorbeeld is daar ook, heeft dat ook, waar je in wetenschappelijke artikelen kunt kijken, maar ook allerlei databases die commercieel worden aangeboden met bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen hebben deze faciliteiten. Nou, je kunt natuurlijk verder zoeken, ik noemde het al even, in Google Scholar. Dan zoek je in wetenschappelijke publicaties. Je ziet daar de link staan. Je kunt zoeken in Google Books, waar zeg maar stukken van boeken, het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld van boeken in zijn opgeslagen, zodat je makkelijker kunt zoeken in die boeken. En een derde is als je met Google wat problemen hebt en je weet niet precies hoe je het moet doen, dan heeft Google ook nog een helpfunctie, support.google.com. Nou, nogmaals, Google is 1 natuurlijk, maar er zijn ook allerlei andere bronnen waar je informatie uit kunt halen. Nou, dan hebben we nog de 6e, dat is zoeken op een pagina. Stel je voor dat je krijgt een pagina waar wel 20 subpagina's zijn, of in ieder geval 20 schermen vol met informatie, die allemaal onder je beeld uitzakken. Je zit ernaar te kijken en je scrolt maar steeds meer informatie. Dan kun je natuurlijk, dat kan... in een webpagina, maar dat kan natuurlijk ook in een PDF-document. Een PDF-document, dat kan in een MS Word-document en dat kan natuurlijk, zoals ik zei al, in een webpagina. Dus Ctrl+F, Ctrl-intik en dan de F zoekt op de pagina. En meestal kun je dan ook vrij eenvoudig naar de volgende zoeken die met dezelfde trefwoorden heeft. Nou, en als laatste wil ik je nog een tip meegeven. Schrijf op wat je gevonden hebt en waar je het gevonden hebt. Want je zult uiteindelijk wellicht een literatuurlijst moeten maken. Stel je voor dat je een onderzoek moet doen, of je moet een paper schrijven of iets dergelijks over een bepaald onderwerp. Dan moet je daar, een verwijzing naar geven in je literatuurlijst. Er is trouwens een aparte video voor over de APA wijze van verwijzingen naar literatuur, naar documenten. Die kun je nog bekijken. Maar houd er rekening mee dat als je aan het zoeken bent, dat je later wilt weten waar je dat gevonden hebt. En zorg ervoor dat je dan niet weer opnieuw hoeft te zoeken en dat je het in ieder geval ook weer terug kunt vinden.